Ik ben bijna van mijn stoel gevallen. U heeft die 20.000 mensen daarnet de les gespeld. En ik zou zeggen, hoe durft u eigenlijk 20.000 mensen die opkomen voor een sterkere sociale bescherming? En dan gaat u zeggen dat u hebt gewerkt aan een verhoging, aan een verbetering van de sociale bescherming, terwijl de tax heeft eigenlijk een put heeft nagelaten. Eigenlijk een taxput. Mevrouw de minister, ik was ook aanwezig afgelopen dinsdag op de betoging voor een sterke sociale zekerheid. Meer dan 20.000 mensen tekenden present. Werkende mensen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel die opkomen voor een sterke federale sociale zekerheid. En ik heb er gesproken met mensen van armoedeorganisaties, met mensen van de vakbonden, met mensen van de mutualiteiten. En ze hebben maar één duidelijk krachtig signaal naar u, mevrouw de minister, maar ook naar alle leden van dit parlement. Zorg terug voor zekerheid in de sociale zekerheid. Ik heb er ook gesproken met heel wat mensen. Mensen wiens ouders hun rusttestfactuur niet meer kunnen betalen. Mensen die zich blauw betalen aan medicamenten. Mensen met een invaliditeitsuitkering die onder de armoedegrens ligt. Hoe is dat mogelijk, mevrouw de minister, in 2020 hier in dit land? Er is genoeg rijkdom in dit land. Er worden nu genoeg pistes aangeboden, andere bronnen op basis waarvan we dus de sociale zekerheid op een rechtvaardige en eerlijke manier kunnen financieren. Denk bijvoorbeeld aan de piste van de vermogensbelasting. Dat was ook een belangrijke eis van de betoging afgelopen dinsdag. Er is ook een academische consensus rond aan het groeien. Dus mevrouw de minister, mijn vraag is dan ook, gaat u rekening houden met het signaal dat gegeven werd afgelopen dinsdag? En wat gaat u doen om te vermijden dat we in 2024 aanlopen tegen een tekort van 6,4 miljard? Dank u. Wat gaat dat oplossen om met 10.000 volgens de politie of 20.000 met u eens op de straat gaan te roepen? Wat gaat dat oplossen? Mevrouw de minister, ik ben bijna van mijn stoel gevallen. U heeft die 20.000 mensen daarnet de les gespeld. En ik zou zeggen, hoe durft u eigenlijk 20.000 mensen die opkomen voor een sterkere sociale bescherming. Er is al één jaar geen regering. Het tekort in de sociale zekerheid loopt op. U bent zelf architect geweest van de wet in 2017, waaruit blijkt dat de evenwichtsdotatie nu niet meer voorzien is. En dan gaat u zeggen dat u hebt gewerkt aan een verhoging, aan een verbetering van de sociale bescherming, terwijl de tax heeft eigenlijk een put heeft nagelaten. Eigenlijk een taxput was dat. Hè? Want de Nationale Bank van België heeft bevestigd dat er geen duurzame tewerkstelling is gecreëerd met de taxshift. Wat is er gebeurd? De winsten zijn er omhoog gegaan. De aandeelhouders zijn er beter van geworden, mevrouw De Bloek. Dus wat hebben we nodig? Bestrijden van de fiscale fraude. Bestrijden van de fiscale fraude en de vermogensbelasting. En we gaan u dan helpen herinneren op 1 maart bij de grote collijde, bij de volgende mobilisatie. Omdat het sociaal signaal van de kiezer vanaf 26 mei... Respecteert u.